Vandaag wil ik laten zien hoe je een lekkere smoothie maakt met veldsla en sinaasappel. Dat zijn tenminste de grootste ingrediënten. Daarvoor gebruik ik een sinaasappel die ik even heb schoongemaakt. Even de ergste witte, bittere dingetjes nog eraf. Die doe ik dan in stukjes. Zo, lekkere sappige. Maar eigenlijk wil je ook maar niet meenemen. Ik doe er nog een klein banaantje bij. Als het nou van die super grote bananen zijn, dan zou ik niet meer dan een half banaantje doen. Wat verse gember. Die kan je op zich grof snijden, omdat die toch nog geblend wordt. En dat mag best een flink stuk zijn. Zo. 1 eetlepel gebroken lijnzaad. En een flinke hand veldsla. Met een klein kopje plantaardige melk. Ik gebruik hiervoor kokos rijstmelk. Zo. Nou, dan ga ik dit goed blenden. Pas op, daar komt de herrie. En dan is je smoothie alweer gereed.